Yes, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal Dutch Mountain Bros. Het is vandaag dinsdag 22 augustus. Het is pak een beet 5:30 ochtends. En vandaag is mijn laatste tour hier in Oostenrijk. Ik ben weer in het dorpje Wengelen aan de voet van de berg de Gernspitze. Deze berg is ruim 2163 meter hoog. En zoals gezegd, dit zal vandaag mijn laatste tour worden. Op zich zou het qua klimmen redelijk binnen de perken moeten blijven. 1 plus bovenin wordt gezegd. Maar voordat ik daar ben, zal ik eerst naar een tussenstuk gaan. Beter gezegd, een tussenhut. Namelijk de Gernalpen. Die ligt op zo ongeveer 2 uurtjes hiken. Dus daar ga ik nu eerst maar eens mee beginnen. En vanaf daar zien we wel weer verder. Zoals altijd, ik neem jullie mee op mijn helmcamera, et cetera, et cetera. En we gaan er een fantastische laatste tour van maken. Let's go. Yes, nou ik denk dat het nog niet zo goed te zien is. Maar daar beneden ligt Wengelen. Dat is de weg waar ik vandaan kom. Een soort onverharde weg. Eigenlijk heel prettig. Niet zoveel te zien, denk ik. Dus ik zal het filmen beperken. Als de beschrijving moet geloven, dan is dit een beetje de weg voorlopig afgewisseld met bospaden. Dus als daar iets bijzonders te melden valt of wat dan ook, dan kom ik eventjes bij jullie terug. Maar voorlopig is het dit gewoon zeer ontspannen en op zich geen slechte keuze zo, denk ik. Oké, ik ben al een tijdje bezig op die soort van onverharde weg. En nu zegt de bewegwijzering naar rechts, Gernalpensteig. Je hebt ook Gernalpenvaarweg. Ik heb gezien op de beschrijving, als je die vaarweg neemt, dat is minder steil, maar het duurt langer. Dus ik heb eigenlijk besloten voor de afwisseling van de tour om dus die steig te nemen. Nou mensen, kijk eens. Daar verderop, dat is hem. De Gernspitze. Nou gaat het wel hard. Dat is wel mooi. Je ziet, het is een zogeheten Doppelgipfel. Dus je hebt rechts het kleine topje wat vanaf de graat komt. En links, dat is de Hauptgipfel. Dus dat is waar ik op zal gaan proberen te komen vandaag. Nou, ik heb inmiddels 40 minuten gelopen. Ik liep net aan een bord voorbij, daar stond weer 40 minuten op. Dus ik heb het idee dat ik zo'n 70 à 80 minuten voor de hut ga gebruiken. Nou ja, als dat zo is, dan loop ik flink voor op schema, dus dat is top. Verder dacht ik, ik maak meteen een beetje van de gelegenheid gebruik om eens te vertellen wat ik zoal in mijn rugzak heb. Dat wordt mij namelijk wel eens gevraagd. Maar vandaag is het niet zo bijzonder. Ik heb, as always, heb ik een first aid kitje erbij. Voor als er een keer een schaafwond is of wat dan ook. Ik heb een reserve t-shirtje bij me, reserve sokken. Verder, mijn helm zit in mijn rugzak. Omdat ik toch verwacht in alpine terrein te komen straks. Een beetje eten heb ik bij me, wat brood. Verder heb ik een drinkzak in mijn rugzak zitten van 2,5 liter. Ik heb deze gevuld met isotoon water. Oftewel prachtig en goed voor het reguleren van je vocht. En het houdt je een beetje op de been. Verder wat kleinere dingen. Zoals energiegelletjes. Voor extra power. Een mes. Wat extra tape voor eventuele blaren. Portemonnee. En dan heb ik het wel zo'n beetje. De GoPro heb ik natuurlijk in mijn hand nu. En dat is voor zo'n tour als van vandaag
voor mij in ieder geval genoeg. Zoals bijvoorbeeld op eerdere toeren die zwaarder waren, wilde er ook nog wel eens een touw in mijn rugzak zitten. En zelfs een zekeringsset. Als ik weet dat er zekerpunten voorhanden zijn. Anders heeft het niet zoveel zin. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Kijk eens, die zie je ook niet vaak. Slangetje. Niet groot hoor, 30 centimeter. Kijk eens, daar is die. De Gernuipen. Nou, zo te zien is die nog dicht of nou ja, wat dan ook. Dus ik ga maar eens even rustig hier zitten, broodje eten. En dan gaan we door voor de tweede etappe. Namelijk naar de Gernspitze. Nou, ik ben net vertrokken bij de Gernalm. En ik dacht dat ik voorrang had, maar... Zo te zien niet. Nou ja, maar even een telletje wachten, hè. Nou, daar beneden is de Gernalm. Je kan het weg een beetje zien, slingerend hier naar boven. Daar is de Gernspitze. En hier is de Sattel. Daar kom ik vandaan. Hier weer zo'n klein één stukje, denk ik. Zoiets. Een keer. Hop. Ondertussen komt de top steeds dichter in de buurt. Hop. Als je kijkt, wat een uitzicht, mensen. Wauw. Scheidspits. En dan komt er hier een soort rinnen. Laten we maar eens even gaan kijken. Nou, zoals jullie zien, ik heb inmiddels de helmcamera opgezet. Er zit me hier voor me zo'n soort rinnen. En ja, kunnen er wel eens steentjes naar beneden komen, dat soort dingen. Safety first, wederom. Overigens is het zo, als ik uit die rinnen ben, dan zullen we er bijna zijn. Dus ik ben benieuwd. Even lekker een stukje klauteren. Nou, wat tot nu toe, wat kan ik erover zeggen? Het is echt fun hier. Het is een mooi vaste steen. Tot nu toe, voor mijn gevoel, niet zwaarder dan 1-1 plus. Dus ja. Wat wil je nog meer? Zo op je laatste tour. Hè? Zo. Kijk, dan komt even zo'n kniffelig stukje, zoals ze dat noemen. Moet even kijken. Maar ik denk dat ik dat anders ga doen. Kijk. Hier kan ik mooi staan. En hier. Klein schuin stukje. Helemaal niet moeilijk, maar ja, als je weet wat je moet doen, dan scheelt het natuurlijk een hoop. Zo. Heerlijk. In de schaduw, dus niet al te warm. Zo. Thank you.
komt er ook nog een windje bij. Heerlijk. Kleine kwerhonk. Nou, heerlijk dierinnen. Maarten, als je dit ziet, is ook echt wat voor jou. Dan wordt hij heel even ietsje steiler. Maar afzetten, opstapje. En je bent er overheen. Hop. Rinnen naar beneden. Keurig. Echt funzo. Zit een beetje los. Nou, einde van de rinnen is in zicht. Oeps. Even wat hoog pakken. Die zit los. Ja, dit is nu wel waarvan ik zou zeggen iets meer dan één. Maar gewoon leuk. Oeh, ik moet even door, hè, jongens. Almost there. Kijk, hier heb je zo'n kleine rinne weer. Die is heel glad. Dus daar gaan we even omheen. Kijk, overal. Kijk, prachtig die voeten neerzetten. Je marcheert als een jekko naar boven. En dat was het dan ook meteen. Vier passen en je bent eromheen. Interessanter. Volgens mij, de pijl staat daar. Ik denk dat je ook zo kan, maar ja, ik vind het leuk genoeg zo eigenlijk, dus prima. Kijk, nou komt dat stukje waarvan ze op internet hadden gezegd bisschen luftig, zoals dat heet.
Oftewel, een beetje lucht onder de voeten. Het klopt, maar... Nog steeds. Goede grepen. Gewoon niet zoveel aan de hand. Oké. Nou, weer even een stukje ontspannen. Gewoon goed blijven concentreren. En dan gaat het allemaal prima. Zo of zo. Ik hou gewoon het voorgeschreven pad aan. Nou, laatste paar meter. Oh jongens. Ik ben echt weer een soort stil ervan. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. That's how you think of love. Following her.
Oké, mensen. Hier nog een keer het kruis van de Gerenspitze. Ik heb besloten terug te gaan nu. Het is mooi geweest. Ik heb net wat gegeten. Mijn jelletje genomen. Dus, nou. We gaan dus even heel rustig lekker naar beneden. Ontspannen. Goed concentreren. Dan komt het wel goed. Oh ja, wou nog even zeggen. Die twee. Wat een ASO's. Geen hallo, niks. Ik heb ze begroet. Geprobeerd praatje aan te knopen. Maar nou goed. Kan je toch op zijn minst een hallo of iets dergelijks vanaf. Maar nee hoor. Nou, hoe dan ook. Hoop dat jullie veilig naar beneden komen. Wie jullie ook zijn. Ik vind best. Dat is even zo'n kleine rinne. Waar we nog even kunnen ontspannen. Zo. Kijk, hier zie je wel dat het zo in de Abstieg is het leuk. Maar daarom ben ik dus net hier over de graat gegaan, zeg maar. Nou, is toch nog mooi klimmen, mensen, zo, laatste, hè? Hop. Nice and easy. Er komt nog een klein stukje. Hoeft niet helemaal naar beneden. Dat kan, maar ik ga dat niet doen. Kijk, ik pak hem gewoon weer zo. En dan hier. Ah, ik hoop dat jullie net zo genieten als ik, mensen. Het is dit toch een fantastische sport. En het enige, nou ja, als je een beetje conditie hebt, je kan een beetje omgaan met de hoogte. En je mag weg van zo'n fantastische vrouw als dat ik heb, Anouk. Dan mag je dit doen. Ah, het is echt, wauw. Goed de grepen weer vinden. Dus naar beneden altijd natuurlijk weer wat anders dan naar boven. Nou, grappig. Ik was natuurlijk de eerste berg met Andy onderweg. En die zei nog tegen me van jeetje, dat jij dat allemaal vooruit gaat naar beneden. Ik zeg ja, ik zeg... Als het niet gaat, dan gaat het niet. Maar ik vind het wel een soort overzichtelijk. Ja, toen zei hij op zich heb je wel een punt. Kijk, dit is weer even zo. Zo'n puntje. Eventjes rustig aan. Grepen. Gaan we zo. Nogmaals, het ziet er allemaal veel erger uit dan dat het is. Het is 1 plus. En ik zou zeggen, de stukjes die dan ja, een beetje zo luftig zijn, hè, dus zo vrij onder de lucht onder de voeten. Ja, dat gaat net even boven de 1 plus. Maar echt, ja, niet meer eigenlijk. Kijk, dit is dus wel weer zo'n 1 plus stuk. Maar goed, kan het jezelf heel moeilijk maken.
hoeft niet. Echt niet nodig. Kijk. Zo mooi dit hier. Heel voorzichtig. God. Nou, mensen. Is het ergste is alweer achter de rug. Zo. Nog even hier een beetje rommelen en dan weer door die rinnen terug. Ah, dat was leuk. Dit ook wel, maar moet gewoon wat beter opletten. Andy, wenn du guckst, irgendwie hat das hier so, ja, gefühlt wie ein Gimpel, das letzte Stück und das erste Stück runter. Also, falls du auf die Gärenspitze magst, ja, macht Spaß und ist nicht schwer. We zijn weer in de rinnen. Ja, fantastische berg dit hoor, echt. Even tegenleunen. Voor de aardigheid, het laatste stukje van de kamin. Ik pak even de lastige wand. Dan kun je toch zien dat het dan redelijk stijl gaat. Nou, dit is het einde. En daarom noemen ze mij dus de bergheid, lieve mensen. In minder dan 10 minuten ben ik deze... Rinnen ben ik afgedaald. Dus ik heb even gas gegeven. Ik had namelijk niet zoveel trek in die mensen die nog achter mij waren. Om eventueel wat steentjes cadeau te krijgen of whatever. Dus prima zo. Zo. En nu gaat het zo terug naar die weide daar. Nou, ik ben op de charter aangekomen, veilig en wel. Ja. Dat was dus de Gärenspitze. Hier heb je dus die, die Mickey Mouse berg, hè, waar de toeristen naar boven gaan. Scheidspitz. En ik ga nu deze kant op, terug naar de Gärenalm. Dan gaan we daar eens even lekker rustig pauze houden. Yes, ik ben dus nu op de Gärenalpen. Kijk, mooi hè.
Hier blijf ik nog even zitten. Lekker een biertje drinken. Ga ik zo over naar beneden. Yes. Nou, ik heb net een tijdje pauze gehouden op de Gerenarm. Ik kwam die hele gezellige mensen ook weer tegen. Die waren nog net zo gezellig als boven op de top. Maar dat maakt niet uit. Het laatste stukje zou ongeveer, ik denk, 3 kwartier in beslag nemen, zoiets. Het is een uiterst makkelijke weg. Ik heb hem op de heenweg gedeeltelijk gefilmd. Dus, nou ja, ik denk dat het vrij ABC-werk is. Dus vind ik zonde om dat dan nu nog te filmen. Dus ja, als ik zometeen terug ben bij de auto, dan meld ik me weer even bij jullie. Yes, lieve mensen. Oké, ik ben praktisch bijna bij de auto aangekomen. Dat zal misschien nog 5 minuten duren. Ik dacht dat is wel een mooi moment om nog wel eens even een kleine update te doen. Ik hoop natuurlijk dat iedereen de video super vet vond. Ik heb echt, nou, werkelijk van deze tour ook weer gewoon op en top genoten. Ik had voor wat mij betreft niet echt een betere uit kunnen kiezen. En ja, ik was, maar dat was gewoon voor mij persoonlijk even benieuwd, weet je wel, van nou, hoe sta ik er nou echt voor na zo'n dag? En zeker na eigenlijk deze 2 weken hier. En ik moet zeggen, ik ben best wel gewoon heel erg blij als ik zie dat zo'n tour zoals hier naar boven in totaal 7 uur staat aangeschreven. En ik den er naar boven en naar beneden in. Nou, zo'n beetje zo 4 uur en een kwartier. Nou ja, ik denk dat dan de conclusie is dat de fitheid er absoluut is. Dus ik ben blij. Wil dan ook vanaf dit punt afscheid nemen, deze video van jullie. Als jullie de video leuk vonden, dan zie ik natuurlijk graag de duimpjes weer omhoog. Zoals ik ze eigenlijk al deze bergtrip dit jaar heel veel heb gezien. Kanaal abonneren, ook heel tof. Vooral doen. En ja, dit was het dan zo'n beetje voor dit jaar. Natuurlijk komt er een channel outro. En dan zal het weer een tijdje rustig zijn omtrent dit kanaal. Maar misschien is dat maar goed ook. See you later. Flock of birds hovering above.